Ja, ja. Benzi. 013. 078. In de laag, motherfuckers, inderdaad. Fluxus, Riskap. Bas. Zera. Crimes. Jesus. Tja. Ik ben gekomen om te blijven. Niet voor spek en bonen, begrijp je. Ik ga pas weg als ik word wel groot als een keizer. Hoef niet te strijken met tanden, man, zeer. Je vindt me naast je op je banken. Laat je weten hoe het zit. Ben begrijpelijk voor iedereen. En niet dat tijdelijke type, nee. Want die verdwijnen weer van lieverleken. Lieverleden, hart en ziel. Het was de duivel die me lastig viel. Maar hij viel door de mat omdat ik alles zie. Blijf met je poten van iemand allemaal. Spullen af van last. Pak luister niet naar de grapjas. Blijf door tot je jank. Steven Daniel is een voormalige topamateur. Een bokser uit Rotterdam. Een respectabele lijst. Hij heeft meer dan 100 partijen gebokst als amateur. Meer dan 90% daarvan gewonnen. Net de Olympische Spelen gemist. Dat doet pijn. Uiteindelijk is hij prof geworden in Engeland. Het leek een lucratief contract. Uiteindelijk is hij teruggekomen. Wij zijn in Amsterdam heel blij met hem. In 2011 kon ik me kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ik kom tot de derde ronde. Het is misgegaan. Ik wil niemand de schuld geven. Het is ook de schuld van niemand, maar van mezelf. Weet je? En ik heb er veel van geleerd. Dat was een mooie ervaring. Nu ben ik een professional en ga het heel professioneel aanpakken. Ik kom eraan, zijn gekomen om te blijven. Rechtig en doordrecht tot het einde. De zorg, de lijnen. We zijn gekomen om te blijven. Dit is de hinderlaag. We zijn gekomen om te blijven, rappers en Dordrecht, tot het einde. Dus volg de lijnen, we zijn gekomen om te blijven, dit is de hele. Ik heb gezegd van joh, eerst een carrière opbouwen, een aantal partijen winnen. Dan de Nederlands titel, dan de Benelux titel. Daar hebben we ook termijnen voor afgesproken. We willen binnen een jaar de Nederlandse en de Benelux titel winnen. Dan komt de EU titel en dan de EBU titel. Als we dat hebben gedaan, dan hebben we een stukje historie geschreven voor Nederland. En dan is de stap naar de wereldtitel de finale stap. En dan praat je over tussen de 3 en 5 jaar. Boksen in Nederland is nog steeds een niet populaire sport. Je hebt voetbal, wat een grote sport is. Maar wij willen gewoon het gewoon weer omhoog krikken. De boksport in Nederland. We hebben grote kampioenen gehad. De meeste Nederlanders kennen ze. En wij gaan het gewoon naar een andere level brengen. En daar ben ik heel serieus mee. Steven van oorsprong is het een bokser die enorm leunt op zijn talent. Hij heeft een goed oog, fantastische reflexen. Ik denk dat hij de meest getalenteerde bokser is van Nederland in de afgelopen 15 jaar. En ik hoop dat ik daar niemand mee tekort doe, maar het geeft wel de kwaliteit aan van Steven. Steven is een technische bokser, maakt gebruik van zijn lengte. Kan soms voorzichtig zijn, maar bij de omslag eigenlijk naar het profboksen realiseert hij zich nu dat daar ook een hoop vechten aan te pas komt. En dat heeft hij de afgelopen 9 weken bij ons in de gym laten zien. Sterkere strijd, blaren staan in mijn hand. Bloed, zweet, tranen, gaan tot je niet meer kan. Hier werk je tot je valt, maar zegt die motherfuckers. Je welkom in Rotterdam. De schepen laden en losse balen en lossen. Gevaarlijke stoffen die gaan de. Het is echt een jongen die niet onder stoelen of banken steekt waar zijn limiet ligt. Voor hem is de sky the limit. En de sky in dit geval is dat hij echt wereldkampioen wil worden. Dat is eigenlijk ongekend voor Nederland, omdat er weinig Nederlandse boksers zijn die op die manier durven dromen. Die, ja, dromen durven vertalen in ambities, dat uit durven spreken en vervolgens die carrière vorm moeten gaan geven. En in die fase zit hij nu. Mijn vechtstijl, explosief, op snelheid werken, explosief counteren, kracht. Ja, dat is zo'n beetje. Je moet maar een keer naar een van mijn partijen komen kijken, dan zie je wat er gebeurt. Spok uit de havens, er is niks te bepraten. Tijd schaars, rauw woorden verdaden. De stad die nooit slaapt, doorgaat omdat er altijd wat voor de poort staat. Nooit klaar met niggertjes, man up, zeg het als één stem. Als je Steven zou vergelijken met andere bokstalenten. Kijk, we hebben natuurlijk Arne van der Leijden gehad, maar die is nooit professional geworden. Dus vind ik niet echt goed vergelijkingsmateriaal. Bovendien was dat een zwaargewicht. Dan heb je Regilio Tuur.
Qua talent denk ik, misschien moet ik dat voorzichtig formuleren, maar ik denk dat Steven zwaarder getalenteerd is, meer getalenteerd is dan Tuur. Maar dat Tuur bewezen heeft dat hij over structuur, discipline, doorzettingsvermogen beschikt. En dat is precies de fase waarin we met Steven zijn aangekomen. Dit is zijn moment om dat onderdeel te bewijzen. Zijn talent heeft hij al in iedereen bewezen. Niemand in Nederland stelt zijn talent ter discussie. En hij realiseert zich dat hij op die andere punten die nodig zijn om topsport te bereiken, dat hij zich op die punten zal moeten gaan bewijzen. En dat is onze uitdaging. Nou, Brahim kan wel. Ja, ik weet dat hij kickbokservaring heeft. Het is wel een ervaren vechter. En hij is pas professioneel gaan boksen. Wel meer wedstrijden als mij weg, dus ervaring in het profboksen dan ik. Maar in carré ga ik gewoon het verschil laten zien. Weet je. Meer kan ik niet meer over hem zeggen. We hebben Brahim Kammer geanalyseerd. Ik bedoel, hij is eigenlijk een typische kickboksende bokser. Valt aan. Ik denk dat het een hele spectaculaire wedstrijd wordt. Met name op het moment dat Brahim opent. Ik denk dat hij geen idee heeft wat hem gaat overkomen in die ring. Als ik echt eerlijk ben, dan denk ik dat hij geen idee heeft wat hem gaat overkomen in die ring. Het verschil aan ervaring, het verschil aan talent. Het kan zijn dat Brahim Kammel stopt na deze wedstrijd met boksen. Dat sluit ik niet uit. Yeah. Hey, yo, ik rol met die rock. Ga ik het los met die rock. Rock het joints met die rock. Fuck het hoort, brengt je net iets harder. Chill met die rock. Heb je skills voor die rock. Fuck het ill voor die rock. Fuck het hoort, brengt het net iets harder. Big up naar mijn mensen die flowen met liefde.